en leuk dat je kijkt naar deze video. Voor Yamin ga ik voor jullie het volgende pakketje maken. De dessertbox van Pop & Cooking. Laten we beginnen. We gaan het pakketje even openmaken. Dit zit in het pakketje en zo te zien moeten we dat ook even openknippen. Nou, dit zit er allemaal in het pakketje. Allereerst dit bakje en hier gaan we straks het ijs in mengen. En hier kunnen we ook de horretjes in zetten die we straks versierd hebben. En dit driehoekje, dat moeten we er even afknippen, want hier kunnen we straks het water mee meten. Zo. Verder zitten er twee zakjes in, een roze en een blauwe. Dit is het spuitzakje waar we straks het ijs in kunnen doen. Een ijsbakje zit erin. En twee ijshoorntjes. Twee ijswafeltjes. Een lepeltje. En de sprinkles. Laten we beginnen. Wat we nu als eerste gaan doen is in allebei de vakjes het ijs maken. We doen het zakje erin en dan bij allebei de smaken doen we 1 cupje met water. En dan gaan we mengen. Ik heb hier naast me een pot met water staan. En ik vul 1 bakje met het water. En dat doe ik erbij. Zo. En nu pak ik het lepeltje en dan ga ik het allemaal even roeren. Nu hebben we 2 smaken met ijs gemaakt. Het roze is aardbeiensmaak en het witte is vanille. Nu pakken we het spuitzakje erbij en doen we aan allebei de kanten doen we een kleur. Dus de witte doen we op deze kant en de roze doen we op de onderkant. Zo. Allebei de smaken ijs zitten erin. Nu pak ik het ijshoorntje en het wafeltje erbij. En we gaan het ijshoorntje nu versieren. En wat ik dan doe is dat ik een klein stukje van het wafeltje afbreek. En dan stop ik hierin. Zodat het ijs niet helemaal naar de bodem zakt. En je het nog net wat mooier kan versieren. Ik doe er 2 stukjes in voor de zekerheid. Zo. En hier gaan we dan het ijs nu opdoen. Dus ik pak de spuitzak erbij en ik ga het ijs helemaal naar beneden duwen. En zorgen dat het 2 kleuren blijven, want dan wordt het straks het allermooiste. En ondertussen vouw ik de bovenkant dicht, want dan kan het ijs kan daar niet meer uit. Dan knippen we het puntje eraf. Zo. En dan kunnen we nu het horretje gaan versieren. En dit is dan het eerste ijsje. Zoals je ziet zie je roze en wit. En dan gaan we straks het ijsje nog versieren. Ik leg hem heel even aan de kant. En dan ga ik nog een keer hetzelfde doen. Zo. En dit is de tweede. Dan hebben we ook het ijsbekertje nog. En nu ga ik hetzelfde doen. Dus ik ga wat van het wafel ga ik hier inleggen. En dan ga ik het ook versieren met het ijs. Zo. Deze is ook versierd. En nu hebben we alleen het wafeltje nog. Wat ik nu ga doen is het laatste wafeltje wat we over hebben in 3 stukjes verdelen. En die gaan we dan straks op elkaar leggen met wat ijs ertussen. En dan krijg je een soort ijs sandwich.
stukjes en daar gaan we het ijs nu tussen doen. Zo, en dan doe ik er een wafeltje bovenop. En dan weer ijs bovenop. Het laatste wafeltje erbovenop. En dan alles wat we over hebben, doen we als versiering. En zoals je nu kan zien, heeft het 3 laagjes met ijs ertussen. En wat we nu alleen nog moeten doen, is al het ijs wat we net gemaakt hebben, gaan we nog even versieren met wat sprinkles. Ik heb hier nog het zakje met sprinkles en die ga ik er gewoon overheen doen. En dan is dit het eindresultaat. En op deze manier maak je de Poppin' Cookin' Dessertbox.